De eerste kiemen van het koor, van de Chorale Sicilia, liggen eigenlijk in 1844. Hè, toen de gouverneursdochter Constance Teichmann Les Dames de la Charité oprichtte, een vrouwenkoor. En daar zit het ook al in. Hè. Dus het was een vrouwenkoor dat in het leven was geroepen om benefietconcerten te geven. Meer bepaald benefietconcerten voor het kindergasthuis Louise Marie, dat Constance Teichmann ook had opgericht. Het grootste deel van haar leven heeft zij zich ingezet voor de minder bedeelden. En haar focus lag dan heel sterk op het kinderziekenhuis dat ze zelf heeft opgericht. Haar nichtje, Marie Belpère, heeft een biografie over haar geschreven. Het is bijna een hagiografie, een heilige leven dat ze ervan gemaakt heeft. Maar goed, zij schrijft onder meer in die biografie dat Constance 12 tot 14 uur per dag besteden aan dat kinderziekenhuis. Dus zij zetten zich daar geweldig voor in. Bijvoorbeeld ook tijdens de cholera-epidemie van 1866 hier in Antwerpen gaat zij zieken bezoeken, hè, wat toch ook een zeker risico inhield. En vandaar dat zij ook de bijnaam kreeg in het Antwerps, hè, de Engel van Antwerpen, en dat zij echt op handen gedragen werd. Ze was een goede zangeres. Ze zong ook mee in de eerste uitvoeringen van de werken van Peter Benoit hier in Antwerpen, bijvoorbeeld. Maar waar ze zeker een belangrijke rol in heeft in gespeeld, is eigenlijk het, het dynamiseren van het muziekleven en vooral dan van het religieuze muziekleven. Ze was een zeer gelovige dame. En ze heeft altijd, ik kan dat eigenlijk zien doorheen haar biografie, heeft ze altijd componisten ondersteund die met religieuze muziek bezig waren. Peter Benoit, Edgard Tinel, Emile Wambach en daarna ook de jonge Lodewijk de Vocht. Dat muzikale talent van Constance Teichmann komt niet uit de lucht vallen. Haar vader, Theodor, was een vrij goede violist. En ze hadden vaak de gewoonte om zondags, namiddags, samen te musiceren. Ze waren met vier dochters in de familie, Jenny, Marie, Elisabeth en Constance, en samen musiceerden ze dan met hun vader erbij. Dus dat is eigenlijk die muzikale bakermat waarin zij opgroeit. Dus het was een soort mengeling van een Antwerpse Florence Nightingale en een diva, die dus haar talenten als verpleegster, zeg maar, en als zangeres combineerde om geld bijeen te brengen via concerten met haar vrouwenkoor. Het is eigenlijk uit die hele rijke traditie van benefietconcerten die typisch zijn voor de 19e eeuw, want in de 19e eeuw werden heel veel benefietconcerten georganiseerd, dat de Chorale Sicilia is gegroeid. Dus dat koor van Constance Teichmann, Les Dames de la Charité, werd dan later Pro Christo, is door de Vocht gedirigeerd en dan in 15 eigenlijk omgeturnd tot de Chorale Sicilia zoals we het nu kennen. Ik denk dat het niet evident was om in 1916 een koor te gaan opstarten. Waarom? De Duitsers die hielden nauw toezicht op alle samenscholingen, op bijeenkomsten. Dus daar gingen ze zeker wel een oogje in het zeil houden. Plus ook, het was ook geen makkelijke tijd om partituren bijeen te brengen. Er was schaarste aan zowat alles wat je kan bedenken. De Duitse bezetter eiste heel wat grondstoffen op, maar ook de productie lag voor een groot stuk stil. Per persoon kon men maar een bepaald gewicht aan brood per dag verkrijgen. Hetzelfde gold ook voor gewone bloem. Daar kwam nog eens bovenop dat ook heel wat grondstoffen gewoon geconfiskeerd aangeslagen werden door de bezitter om heel die oorlogsmachinerie draaiende te houden. We kunnen niet anders dan veronderstellen dat dat geweldig gedrukt heeft ook op de bevolking. Al die zaken die de bezitter verplichtte of verbood. En dan denk ik dat 1916, de oprichting van Chorale, dat de oprichting van zo'n koor toch een beetje een lichtpuntje is in heel dat oorlogsgebeuren.